Als ik mijn dieren verwaarloosde, of als ik de boel stinkend, of als ik een bier drink, wat ik benzine overgiet in de achtertuin zoals de buren doen, dan verdiende ik het. Nieuws. Nou, we zijn weer in Hilversum bij Hemp. Die woont hier in zijn hoekhuis samen met meer dan 200 dieren. Maar de woningbouwvereniging is er klaar mee en wil hem zijn huis uitzetten. De één laatste alinea. Tot nu toe slaagt hij niet in om stappen te zetten. Oké. Uw gedragingen worden aangemerkt als niet goed huurderschap. Jong, ik betaal mijn huur netjes. Ik ben lief voor de buren, lief voor mijn huis. Ik ben lief voor mijn huis. Ik borg niet veel gaten. En ik ben lief voor mijn dieren. Lieve vriend, lieve vriend. Veel liever mijn dierenvriend. 100.000 redenen voor mij. Om een dierenvriend te zijn. En wat zou dat voor jou betekenen als de dieren in beslag genomen zijn? Simpel. Ik heb geen carrière, collega's, vrienden, familie, relatie, kinderen. Ik heb zelfs geen vrienden meer, want die gast is naar Zweden verhuisd. Dus dit is mijn leven. Als je mijn dieren weghaalt, haal je mijn leven weg. Aan je voet, kom maar. Goed. Goed, dank u wel. Dit is Matjila. En dit is eigenlijk een van mijn allerliefste dieren, want die heb ik zo lang al. Dit is zo mooi zitten. Ja, en dit is salmonella. Als je deze gehanteerd hebt, je ziet het, je zit er ook helemaal onder meteen. Maar dan moet je echt goed je handen wassen, want salmonella is dus, dan zit je de hele dag over te geven. Maar ik zit mijn buren niet wassen, ik sta voor iedereen klaar. Ik betaal mijn huur op tijd, ik betaal mijn huur netjes, ik boor geen gaten. Ik ben geen overlast voor mijn bovenbuurman, die wel overlast aan mij geeft. Dag en nacht. En toch willen ze je gaan aanpakken. Zo, dus als ik mijn dieren verwaarloosde, of als ik de boel stinkend, of als ik een bier drink, wat ik benzine overgiet in de achtertuin zoals de buren doen, dan verdiende ik het. Maar ik vind dat ik het... Waarom denk je dat ze het op jou gemunt hebben? Weet ik niet. Dat motief zoek ik nog naar. Of ze willen mij eruit, want ik een man alleen ben, ze willen er een gezin in, weet ik, of misschien wel asielzoekers. Maar denk je niet dat ze zoiets hebben van, het is gewoon geen huis meer, het is meer een soort schuur? Ja, maar dan vraag ik dus om respect voor mijn levens. Want ik wil me best wel... Ik ben conformist, joh, niet geloven. Het is als ik zo kaal ben, als ik een hanenkam. Ik ben ongelooflijk... Niet eens ultra links. Ik ben zo links dat ik weer rechts verschijn. Over jouw huiskamer gesproken? Die heb jij niet. Nee, maar wat moet ik? Ik zit... Er staat een bed. Ik heb nu de afgelopen... En een tv? Meer is het niet. Nee, ik ben buiten op de fiets. Die is lekker, jongen, fiets. Echt geweldig. Maar wil je niet wat meer huiselijk? Nou ja, een bank. Zitten op bed is leuk, maar dan ga je meteen aan je rug voelen. Dus dan zet je een kus in je rug en dan zit je niet lekker. Nee, dus een bank? Liggen is lekker of lopen. Ja, maar een bank. Ik had een bank, maar die is bij de verhuizing. Ruimte meer voor, dat zijn allemaal aquaria. Nee, maar kijk, als ik dus een zithoek maak, gebruik ik hem niet. Ik heb hier banken gehad. En koken dan? Hoe doe je dat dan? Nou ja, ik heb een heerlijke wok. Ik heb een fantastische magnetron. Mag eens kijken in de keuken? Het is een... puinhoop, maar dat is gewoon, een man alleen, mag ik dat zeggen. Normaal heb ik wel netter, maar kijk, ik heb dus een nieuwe magnetron gelukkig. Ik heb een wok met een loeigraaf. Oh, ja. En dat wordt heet, daar kan je popcorn in maken, de hele ratsmaudier. Er zit nou gewoon vet in, dus ik heb er nou, wat had ik, kroketten. Heerlijk, lang niet gegeten kroketten. Is dit jouw familie dan eigenlijk, die dieren? Ja, het is maar alles. En dat is ook, ik kan zo'n slang wel wegdoen, maar wat heb ik dan? Dan heb ik geen slang meer straks. En dit is een stukje van mijn dag. Met hem. Ja, vermaak je wel met deze kerst. Ja. Zoals je een hoogtepunt hebt met kerst. Het kerstdiner was gezellig en de dag daarna valt iedereen in het diep gat. Nou, ik heb de dag daarna sta ik op en ik zit weer in de lol. Ik zit elke dag in deze lol en het is zo fijn. Om een dierenvriend te zijn. Dag, hallo, Mark Baanders hier vanuit Lamblab als... Lapland! Als presentator van een knotsknettergekke kerstshow voor op de NPO 3... allemaal kijken. Oeps.